wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Ja, vissticks zonder vis bijvoorbeeld, gemaakt in een laboratorium. Zou u dat eten? Ik vind dat beangstigend. Ik weet het niet dat dat allemaal mogelijk is. Nou, ik neem het niet, hoor. Nee, je zou het niet gaan proeven als het in de supermarkt komt? Nee. Ik heb liever dus het originele. Ja, herkenbare reactie ongetwijfeld. Maar bijvoorbeeld een citroen met een zoete smaak. Of boerenkool, die wat minder bitter is. En dus ook die vissticks zonder vis, maar met vis. Dat is gekweekt in een laboratorium. Dus geen vis uit zee. Allemaal technieken die bijvoorbeeld zoals kunstmatige intelligentie. CRISPR-Cas, geen idee wat het is, maar klinkt spannend. Allemaal technieken en die heel veel mogelijk maken. En dat gaat ons eten in de nabije toekomst heel erg veranderen. Dat werd afgelopen dagen besproken bij de Future Food Tech-conferentie in San Francisco. Wouter van Noord, journalist bij NRC, was daarbij en is nu hier. Welkom, Wouter. Hi. Een beetje met een jetlag nog. Klein beetje, ja. Die vis die dus niet uit de zee komt, heb jij die al geproefd? Nee, dat was nog niet te proeven. Er waren wel al filmpjes te zien waar de ondernemers al trots een hapje namen van hun visloze visstick. Maar dat was nog niet te proeven daar. En de zoete citroen? Ook al niet. Ook al niet. Dat was eigenlijk het gekke aan de Future Food Conference. Als je kijkt naar wat er daar op het menu stond bij de lunch, was het eigenlijk nog heel traditioneel. Er werden er allemaal dingen beloofd, zoals vleesloos vlees en visloze vis. Maar vervolgens kreeg je nog gewoon runde ribbetjes en kabeljauw te eten daar. Ja, wat is de gedachte achter dat aanpassen van die smaken? Nou, dat ons voedsel heel erg gaat veranderen. En met name, er zijn twee richtingen die daar heel erg werden besproken. Eén, het genetisch aanpassen van eten. En twee, het vervangen van dierlijke eiwitten voor plantaardige. Dus het zorgen dat je met planten, oliën, vetten, vlees kan gaan vervangen. Ja, en dat kan natuurlijk heel veel uitmaken. Vlees is natuurlijk heel grote bijdrage aan CO2-uitstoot. En hoe werkt dat dan, dat vervangen? Hoe doen ze dat? Nou, wat wel heel interessant is dat ze nu in staat zijn om grote databanken aan te leggen met de moleculaire eigenschappen van eten. Dus dan kunnen ze bijvoorbeeld bepalen van een bepaalde olie of een bepaald vet wat het mondgevoel is, wat de smaak is. En dat kunnen ze in die databanken opslaan. En vervolgens kunnen ze met kunstmatige intelligentie patronen daarin ontdekken en kijken welke eigenschappen ze kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het maken van nep melk of nep yoghurt. Zodat het qua smaak en misschien ook substantie niet meer te onderscheiden is van de echte? Precies, dat je echt nep melk krijgt die ook gaat schuimen als je het kookt. Die zelfs een klein velletje krijgt als je het even laat staan. Dat de moleculaire eigenschappen echt precies hetzelfde zijn. Ja, nou begrijp ik dat investeerders hebben allemaal wel oren naar dit soort ideeën. Er wordt ontzettend veel geld ingestoken. Afgelopen jaar $8 miljard in die industrie van foodtech. En je ziet ook dat grote technologiebedrijven zich ermee gaan bemoeien. Een paar jaar geleden al was de oprichter van Google betrokken bij het maken van de eerste kweekvleeshamburger. En ook andere grote techbedrijven investeren hier fors in. Ja, dan is het toch eigenlijk wel weer gek dat bij de lunch je nog dat ouderwetse eten krijgt. Ja, maar dat laat toch wel zien ook hoe weerbarstig die werkelijkheid van de voedseltechnologie is, hè? En voordat die vernieuwingen echt in de supermarkt liggen op je bord liggen, zijn we vaak jaren verder. Omdat de voedsel- en warenautoriteiten moeten een fiat geven. Er zit natuurlijk een hele industrie achter die nog allerlei ouderwetse manieren heeft. Die soms ook de boel een beetje tegenhoudt. Dus op die conferentie was het optimisme heel groot. En er liepen allemaal investeerders en ondernemers rond met hele prachtige plannen. Maar voordat dat echt op je bord ligt, zijn we wel eventjes verder weer. Nou ja, en natuurlijk, die hoorden we in het begin, de consument zelf. Die is ook niet heel snel. Smaak is natuurlijk ontzettend belangrijk daarin. En dat was wel jammer aan die conferentie, dat je er niet kon proeven hoe zo'n nepvisstick dan smaakt. Maar ook bij die kweekvleeshamburger, eerlijk gezegd, hij zou wel heel lekker moeten smaken, wil ik mijn hamburgertje daarvoor inleveren. Ja, want die is al een tijd geleden gepresenteerd, maar ook niet echt een succes. Nou, kijk, dat is een paar jaar geleden inderdaad met heel veel aplomb en heel veel media-aandacht gepresenteerd. Ook door een Nederlandse hoogleraar, Mark Post, die ook op die foodconferentie rondliep. Alleen ook daarvoor geldt, voordat dat soort ontwikkelingen echt bij de consument zijn en alle goedkeuringen hebben gekregen, dan zijn we nog wel even verder. Hmm. Maar het was een hele interessante conferentie waar zeg maar het optimisme over wat er allemaal kan veranderen in die voedingsindustrie wel heel groot is. Ja, toch even bij dat optimisme, want het spreekt natuurlijk ook wel vaak tot de verbeelding. Hè, als je het is lekker tastbaar ook, hè? Het is iets wat je elke dag gebruikt. Ja. En dan komen er allerlei technologieën langs, zoals die genetica en kunstmatige intelligentie. En dan eindelijk heb je een beetje een beeld van, oh ja, dit gaat echt
het dagelijks leven veranderen. Dus dat was er heel leuk aan. Dus misschien dat je hiermee gezonder kunt gaan eten. En wat natuurlijk een ding is, iedereen wil afvallen. Mensen hebben dieet. Ja. Ik begrijp dat je met die techniek ook een heel gepersonaliseerd dieet... Dat was weer een beetje een andere technologie. Dat is een bedrijf Habit, een start-up. En die kan van jouw wangslijm jouw genetische profiel uitlezen. En aan de hand van dat genetische profiel kunnen ze dan een beetje voorspellen hoe jij reageert op bepaalde eiwitten, op bepaalde vetten, op koolhydraten. En op basis daarvan maken ze een helemaal genetisch op maat gemaakt dieet. Dan krijg je een appje erbij en een coach die je vertelt wat je wel en niet mag eten. Dus dat is ook nog een belofte, die gepersonaliseerde voedingswaren. Waardoor je en gezond blijft eten en ook nog afvalt. Ja, en dan moet je dan eens voorstellen als het ook nog eens een keer gecombineerd wordt met allerlei genetische technieken, waarbij je inderdaad bijvoorbeeld het gen kan uitschakelen van een citroen, waardoor die zuur smaakt. Of als jij boerenkool niet zo lekker vindt, maar dat het toch heel gezond is, dat je het wat minder bitter kan laten smaken. Ik weet het niet hoor, ik vind een citroen moet gewoon zuur smaken. Maar ja, ik ben ouderwets in die dingen, toch? Nou ja, we zullen het zien. Ik denk dat heel veel consumenten best wel ouderwets en traditioneel zijn met eten. Dus het is vooral afwachten wanneer consumenten gaan overstoppen op dit soort dingen. En wanneer dit soort dingen echt worden goedgekeurd en in de winkels terechtkomen. Ja, want ook vrees voor genetisch gemodificeerd voedsel is natuurlijk ook altijd normaal. Ja, en dat is ook met die regulering over genetisch gemodificeerd eten. Het is nog helemaal niet zo gezegd dat de techniek die jij net ook beschreef, CRISPR-Cas, dat is eigenlijk een moleculair schaartje waarmee je heel precies genen aan en uit kunt zetten in organismen. Dus soms ook in mensen zou dat misschien kunnen. En de regulering daaromheen, de techniek is zo nieuw dat de regels nog niet zo duidelijk zijn erover. CRISPR-Cas, mooie term. Ja, onthoud die term. Ja, ik onthoud het, want ja. Je komt ongetwijfeld weer een keer terug om het nog een keer uit te leggen. Absoluut. We weten in ieder geval weer een beetje wat de stand van zaken is op dit gebied, dankzij Wouter van Noordhuis, journalist bij NRC.